In de designpijler brengen we al jouw conclusies samen uit de researchpijler en bedenken we samen innovatieve concepten. En die concepten zetten we om in digitale producten. Dat omzetten, dat is eigenlijk het vormgeven en het ontwikkelen van jouw grafische beeldtaal. En onder die grafische beeldtaal verstaan we dan weer composities maken met tekst, kleur, met animaties, character design, motion design. Al die zaken ga je in exploreren en experimenteren. Dat experiment dat gaat in Divine altijd hand in hand met het doel van de gebruiker. We stellen ons vragen over die wie, wat, waar, waarom van die gebruiker en zorgen zo voor de perfecte interface. Jij wordt de vormgever van die digitale interactie in de toekomst. We kijken niet alleen naar de toekomst, maar ook naar het verleden. We geven jou een stevige theoretische basis in kunstgeschiedenis of geschiedenis van design, film, fotografie. We gaan jou inzichten geven in kortere labo-sessies, theorie over marketing, branding en storytelling. Op die manier krijg je steeds meer kennis van de brede maatschappij en wordt jouw ontwerppraktijk sterker. We geven les in kleine groepen. Kleine groepen, dat zijn 20, 25 studenten samen in lokalen zoals je hier rondom mij ziet. Die lokalen die geven heel veel flexibiliteit en ook die kleine groepen zorgen ervoor dat wij heel veel verschillende lesformats kunnen gaan hanteren. Van workshops, korte presentaties, presentaties voor juries, samen feedback geven op elkaars werk. Al die zaken komen aan bod, waardoor wij heel interactieve lessen hebben en dat het continu stilzitten achter de computer in een digitale opleiding toch wel onderbroken wordt. Wij zoeken als toekomstige designers, dus jullie dus, wij zoeken mensen die zich heel graag verder creatief willen gaan ontplooien, die ook zin hebben om erop uit te trekken en heel zelfstandig zijn. We gaan jou er ook op uitsturen naar culturele evenementen, naar performance, naar theater, muziek, maar ook naar conferenties, talks uit onze sector. Dus eigenlijk het hele pakket ga je verkennen, waardoor dat je inzicht in die maatschappij steeds breder en breder wordt. Wij zoeken durvers, mensen die dingen willen veranderen, die willen nadenken hoe dingen beter kunnen, willen innoveren. Design heeft de kracht om de perceptie van mensen op de wereld te gaan beïnvloeden. Dus jij hebt als vormgever, als digital designer, die kracht ook en kan de toekomst letterlijk mee gaan vormgeven.